kijken naar die rode. Ja. Eddy, dat is een graslek hier, jongen. Nou, hier voor de winkel. Nou ja, voor de buurvrouw. Dus tussen Johan en de overbuur, zullen we maar zeggen. Ik geef net de brandweer een compliment. Het is zo'n mooie glimmende helm. Oh, dat dit kwam er wel als eerst al tegen. 10 diep in het zand. Het is wel maar genoeg van het, dus goed. Ja, het wagentje vol. Dan is het in ieder geval vandaag even gek, zeg maar. Hey, niet op YouTube, hè? YouTube. YouTube. Staan ik weer met elkaar in het roepje. Ja, ik ga wel even kijken. Ik spreek jullie zo hoor. Volgens mij hoef je hem niet eens dubbel te vouwen. Bas deed het zo aftepen. Ja, dat kan ook. Als je hem doorzaagt, vlak aftepen. Ja, dan heb je de druk, hou je al tegen. Moet ik hem aftepen? Ja, ze hebben de past ingedouwd, maar hij lekt nog steeds. Dan pak je tape toch? Ja, heb je nog een eind, denk je? Huh? Heb je nog een eind? Ik heb een open verbinding, hè, dat je een tape kan. Thank you.
Nee, dat is echt strengs verboden. Toch een twijfel, hè? Ja, u heeft die helm ook niet gepoetst, hè? Natuurlijk. Sorry? U heeft die helm niet zo mooi opgepoetst. En u bent wel voor straf. We krijgen een nieuwe helm. Ja, dat weet ik. Die hoor je. Ik heb net gehoord van de meneer die wel zo mooi poetst. Ja. Die gaat niet toe. Compliment.